Daar was dat. De finale van dat toernooi in het topsportcentrum in Rotterdam ging tussen Fortuna en PKC. De finale van het toernooi in Rotterdam tussen Fortuna uit Delft hier in balbezit tegen PKC. En het is Fortuna dat al snel een 6-1 voorsprong neemt. Onder andere door deze Marien Ekelmans. Het aardige van dit toernooi is het experiment met de tweepuntsschoten. Wordt er gescoord van achter de 8-meterlijn, dan krijg je dus dubbele punten. En dat betekent meer werk voor de verdedigers en meer mogelijkheden voor de aanvallers. Helene van der Wild scoort voor Fortuna op de gebruikelijke wijze van onder de korf. Maar het spel is wel aantrekkelijker. Hier weer een mooi opgezette aanval en ook weer conventioneel gescoord. Ditmaal door Barbara Schals. En zo werkte Fortuna aan een voorsprong. PKC kwam die 6-1 nog te boven, kwam tot 11-11, maar komt hier met 15-11 achter door een doelpunt van Wim Scholtmeijer. Voorsprong dus weer voor Fortuna, de ploeg die de laatste 2 jaar landskampioen is bij het korfbal. Dit is ook een mooie actie, maar geen treffer. Aanval van de landskampioen gaat door en er staat Joost Preuninger met de tweepunter. En het is de 5e al van Fortuna in deze wedstrijd. Dan de aanval van PKC. Vooral steunend op de gebroeders Simons. Dit is Leon Simons. Het zoeken naar het afstandsschot. Mehdi Timms. En dan prachtig omgezet in een score door Leon Simons. 17-12. Dan het moment met Barry Schep. Die keihard tegen de paal klapt. Met zijn heup. En de schrik was even groot. Hier nog eens dat moment. Hij blijft naar de korf kijken. En treft de paal. Maar de schrik zou groter zijn dan de schade. En Barry Schep kon gewoon doorspelen. Dan een mooie aanval weer van Fortuna. Dat het beste van het spel toch had. Weer Barbara Schals. Die scoort. En wat te denken van deze combinatie. Tussen Jennifer Tromp en Mirjam Malta. En de laatstgenoemde die scoort. Mirjam Malta. Speelster bijna 2 meter lang. En goed voor 3. Tweepunters. Dit is ook een tweepunter voor PKC namens Leon Simons, 29-21. En dan in de slotfase, dit is Leon Simons. En kijk hoe de korfballers gebruik maken van de snelheid en de ruimte. En dan wordt het zo perfect afgemaakt door Wim Scholtmeijer. En hij bepaalt de eindstand op 36-26. Fortuna uit Delft wint dus het toernooi in Rotterdam en gaat over 2 weken namens Nederland ook weer proberen om de Europa Cup te winnen.